Leerkrachten van de openbare school Skroertje in Nikeri hebben gisteren een bezoek gebracht aan waarnemend president Ashwin Adin. Het doel van het bezoek was om de leerkrachten te motiveren voor het aankomend schooljaar, zegt schoolhoofd Sherita Ramdas Autaar. Het zijn leerkrachten die het hele jaar door hebben gewerkt en helemaal niet hebben verzuimd. En om deze leerkrachten echt te motiveren voor het komend schooljaar, dacht ik van oké, we brengen een bezoek aan onze waarnemend president. Hier hebben we veel gemotiveerde leerkrachten. Als de leerkrachten gemotiveerd zijn, zijn de leerlingen ook gemotiveerd. En daardoor worden goede resultaten geboekt in Nikeri. Bij mij op school was het percentage 84%. We waren 84% geslaagd. Namens de waarnemend president de certificaten laten uitreiken om de leerkrachten te motiveren. Elk jaar werd het gedaan door mij, maar van het jaar dacht ik van oké, als het door de VB's wordt gedaan, dan is dat een stukje motivatie voor de leerkracht. Een van de leerkrachten, Johnny Ganesh, zegt dat Nikeri ook gemotiveerde leerlingen heeft. Als enige meester op de OSCoetje ervaar ik heel leuk. Ik vind het goed. Ik heb 2 jaar gewerkt op Coroni en daar, die kinderen van daar zijn minder gemotiveerd. Je ziet ze vaak op straat en momenteel ben ik op OS Groetje en daar is het anders. Die kinderen van daar zijn wel gemotiveerd. Je hebt oké, een paar die niet zo niet genoeg gemotiveerd zijn, maar daar lukt het wel. In Nikeri lukt het wel. Nou, het lesgeven in Nikeri ervaar ik prima, prettig. Tot nu toe heb ik prettig gewerkt, 11 dienstjaren. En voorlopig ben ik niet van plan om te verhuizen. Ja, mijn boodschap naar alle studenten, zowel Nikeri als Paramaribo, is dat jullie je meer moeten richten in de richting van studie. Denk meer aan je boeken in plaats van die telefoon. Alles leerkrachten van de openbare school Skroertje, die gisteren uit Nikeri zijn afgereisd om waarnemend president Ashwin Adin te bezoeken.